Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we iets nieuws uitproberen. We kennen allemaal wel de Oreo koekjes, maar we kennen niet de Oreo taart. En vandaag ga ik deze uitproberen. En dit zijn de benodigdheden. Natuurlijk een lekkere Oreo taart, boter, melk. We gaan naar de keuken om hem eventjes te bereiden. Ik heb het in Spanje gekocht, want ik ben nu in Barcelona, zoals jullie al weten. Maar het staat er allemaal in het Spaans. Dus je moet gewoon, als je deze ook wil maken, naar mijn video zoals nu kijken. En dan gaan we nu beginnen met alles bij elkaar mengen. Zoals de boter. De boter is al gesmolten. Maar vraag zeker of een ouder je helpt. Boter is nu goed heel erg vloeibaar, dus dan kunnen we verder gaan met de melk. Daar heb je 250 milliliter voor nodig. En ik heb al een kommetje klaargezet. Hier heb ik de kom die we gaan gebruiken. Nou, dit zakje is de bovenkant van de taart. Dit zakje is de onderkant van de taart. En dit is de room die je ook tussen het koekje hebt. Dus nu gaan we ze in kommen doen. Nu gaan we ze open knippen. Zo. En dan doe je dat in het kommetje. Zo. En dan nu het beslag. Die moet eruit. Zo, dan hebben we twee kommen. Eentje met wit poeder. En eentje met bruin poeder. Boter moet bij de bodem. Dus dat ga ik nu even doen. Nou, dat hebben we dus gedaan. En dan gaan we mixen. Mix het goed, zodat het heel brokkelig wordt. De bodem is nu klaar en dan gooi je het in deze vorm. Hierin en dan gaan we hem nu verspreiden en plat drukken. De melk gooien we nu bij het beslag. En dat gaan we mengen met de garde. Nu gooi ik het romige beslag bij de bodem. Eigenlijk moet de taart 2 uur in de koelkast, maar nu gooi ik hem zonder de deksel in de koelkast voor een half uurtje. Nu heeft hij eventjes een half uurtje lekker in de koelkast gezeten. Nu gaan we het andere poedertje openknippen. En dat verdeel je heel erg gelijkelijk bij de taart. Oh.
anderhalf uurtje in de koelkast. 6.5 hours later. Nou, jullie zien wel dat ik even naar de strand ben geweest door mijn natte vlechtjes. Want ik ben al natuurlijk gaan zwemmen. Maar er is natuurlijk wel 2 uur omgegaan voor de taart. Waren jullie die vergeten? Nou, ik niet. We hadden nog Oreo-taart gemaakt. Dit is hem dan. Hij lijkt op 1 mega groot Oreo-koekje. Yummy! Nou, nu gaan we hem dus versieren. Je kan hem met alles versieren. Ik doe het met deze witte Oreo'tjes. Deze had ik ook laten zien in mijn verjaardagsvideo. Toen had ik 2 Oreo-taarten. Eentje met allemaal kleine Oreo's. Eentje en eentje met ook een paar kleine en deze. Dus nu gaan we hem even versieren. Dit is hem dan. Niet echt heel erg bijzonder of spectaculair. Maar nu gaan we hem wel even proeven, hè? Nu gaan we hem snijden. In stukje. En nu komt het moment van de waarheid. We gaan dit stukje proeven. Oké, je pakt het gewoon zoals elke andere taart. Dit is yummy. Nou, vonden jullie deze video nou leuk? Geef dan zeker een duimpje omhoog en abonneer en like. En gaan jullie uit naar het buitenland? Ga dan op zoek naar een Carrefour en koop deze heerlijke Oreo-taart. Ik ga deze taart nog even opeten en tot de volgende keer. Later!